Hey en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. De afgelopen maanden heb je een heleboel bikini en badpak shoplogs kunnen zien op mijn YouTube kanaal. Waarin ik van allerlei verschillende merken badkleding heb getest. Bikinis, badpakken, badjurken, sportachtige sets badkleding. Ik heb echt van alles en nog wat voor jullie uitgeprobeerd. In de hoop om jou te helpen naar de perfecte badkleding. Om je dit jaar lekker zelfverzekerd in te voelen. Op het strand of aan het zwembad. Ik hoop heel erg dat dat gelukt is. Mocht jij door die serie nou jouw perfecte badkleding hebben gevonden, laat alsjeblieft weten in de reacties. Want dat vind ik super leuk om te horen. Maar inmiddels ben ik zelf ook op vakantie geweest. En heb ik dus ook lekker badkleding gedragen. Ben minder naar het strand geweest dan dat we misschien hadden gewild. Omdat we een hele drukke actieve vakantie hadden. Maar ik heb wel gewoon lekker badkleding gedragen. Dus ik weet nu ook wat mijn ultieme favorieten zijn van dit jaar. Het grote voordeel is dat inmiddels ook een groot deel in de aanbieding is. Dus ik ga alle linkjes voor je in de beschrijving zetten. Het zijn in totaal 7 verschillende items. 2 badpakken, 5 bikinis. En laten we er gewoon snel bij beginnen. Doe vast een duimpje omhoog. Dan ga ik jou mijn ultieme swimwear badkleding van dit jaar laten zien. Laten we beginnen met badpakken. Dat zijn er niet zo heel veel. Als eerste dit fantastische badpak. Deze komt ook uit de H&M Bikini en Badpak shoplog. Je kunt hem dus ook herkennen. Ik heb hem gehouden. Ik vind hem echt geweldig. Ik vind de kleur heel erg mooi. De fit heel erg mooi. Hij is mooi hoog uitgesneden. En hij laat wel iets van bil zien, maar niet te veel. Hij heeft een mooie cut-out en toch een beetje sexiness geeft. Beetje dat extraatje. One shoulder, de padding is er eventueel uit te halen, maar ook erin te laten zitten. Ik vind deze fantastisch. Dan dit fantastische badpak van MS Mode. Heerlijk funky. Ik vind hem echt fantastisch. Ik heb zelfs een bijpassende shorts hierbij. Er is ook nog een jurkje van, whatever you want. Hij is er ook eventueel in paars, maar ik vond juist deze heel erg leuk. Gezien ik die andere al in het paars heb van H&M. Echt heel erg mooi. Hij is ook heel erg, safe. Hij is niet zozeer heel supportive, maar wel dat ik denk van joh, ik was echt allemaal gekke dingen aan het doen in het paarse badpak toen we gingen shooten voor een campagne. Die hebben we hier. En niks ging ergens heen waar je niet wil. Dus dat is sowieso een pluspunt. Ik begin het inmiddels steeds warmer te krijgen, maar we zijn door met de bikinis. Deze is van MS Mode, als we dan toch met MS Mode bezig waren. Het is een bikini die ik zelf heb gemixt en matched, want er is dus een roze bikini en een geel-oranje bikini. Ik combineer het graag met elkaar. Ik vind het echt een top combi. Heb hiermee ook een reel gemaakt op vakantie. Ik vind hem top. Ik heb hem nu gewoon als triangelmodelletje in mijn nek gestrikt, de top. Maar je kunt hem dus ook over je schouders doen, et cetera, zoals ik hem in die reel had. Volg me trouwens vooral op Instagram voor meer van dat soort content. Ik vind het echt top. Het is wat meer bedekt aan de onderkant. Je typische triangelmodelletje aan de bovenkant, die je dus ook over je schouders kan dragen. Of crisscross, of whatever. Heel erg veelzijdig. Deze bikini ken je waarschijnlijk niet eens als je hem alleen maar volgt op YouTube. Want deze heb ik alleen op Instagram laten zien. Nogmaals, volg me vooral op Instagram. Want ik deel daar gewoon ook andere items dan op YouTube. Maar deze bikini is van Ulla Popken. En het allerleukste is nog dat je er eventueel een zeemerminnenstaart bij kunt kopen in hetzelfde patroon. Heb ik niet gedaan. Heb ik niet erbij besteld. Heb ik er niet bij gekregen van Ulla. Deze heb ik gekregen. Ik vind hem echt fantastisch. Hij heeft een beugel. En desondanks vind ik hem heel comfortabel. Ik heb hem met heel veel plezier gedragen. Stevige bandjes. Geen cups of iets dergelijks. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Een beugel, maar dan geen echte pads of iets dergelijks. Deze bandjes kun je net als die van MS Mode van het badpak straks kun je verstellen. Dus kun je ook zelf kijken hoe cheeky je dit wil hebben. Hoe highlight je hem wilt hebben. Ik vind hem echt fantastisch. Echt een hele, hele mooie bikini. Nog een bikini die je nog niet kent als je hem alleen maar op YouTube volgt. Deze komt, je gelooft het niet, van C&A. Hij kostte echt geen drol. Volgens mij kostte die 15 euro per stuk. Dus iets van 30 euro. Ik vind hem fantastisch. Hij heeft een beugel en een cup. Maar toch vind ik hem heel erg lekker zitten. Ik vind de print heel erg mooi. Hij had van mij op zich nog wel wat chiquier gemogen, zeg maar. Maar ik stoor me er niet aan. Het zit super comfortabel. Hier aan de achterkant heb je 2 lusjes om hem in te zetten. Dus als hij een beetje uitlubbert, kun je hem ook een beetje verstellen zoals een BH. Vind ik zelf echt top. Ik vind hem echt geweldig. En ik heb nog een C&A bikini die ik je ga tippen. Dat is deze. En ik ben echt verliefd op de kleur. Echt een prachtige kleur limegroen. Ik ben echt
Ja, als je me langer volgt, weet je dat ik gek ben op limegroen. Dus deze schreeuwde mijn naam. Deze gaat niet op cupmaat. Heeft ook geen beugel waar de vorige het wel had. Maar zit daarmee zo comfortabel. Ook hier weer verstelbaar. Ik zie dat ik hem echt helemaal niet netjes erin heb gedaan. Nou goed. Zo zit hij beter. Het broekje zit een beetje vergelijkbaar met de vorige. Heeft hier hele mooie ruching zitten. En deze bikini is verkrijgbaar in allerlei kleurtjes. Volgens mij is het ook in het roze en blauw en oranje. Hij is gewoon fantastisch. Zeker voor die prijs. Echt super comfortabel. I love it. En dan deze laatste bikini. Je kunt hem herkennen. Hij komt namelijk uit de Monkey Bikini & Badpak Shop blog. Ik heb alleen één maatje groter genomen van de top. Ik zal in de beschrijving trouwens erbij zetten welke maat ik overal van draag. Ik heb gemiddeld meestal een 44 qua broekjes en een 85 D qua top. Dus dan weet je dat. Maar deze bikini heb ik dus uit die Monkey Shop blog in een maatje groter nog nabesteld. Ik vind hem echt fantastisch. Ik draag hem dus het liefst zo, zodat hij een beetje strapless is. Met deze bandjes zeg maar hierachter gestrikt. Ik heb het nu zelf gedaan, maar op vakantie hielp mijn moeder daarmee. En dan kon ze het een beetje netjes wegstoppen. En dan zag het er eigenlijk heel mooi uit. Het knelt ook niet, want ik was heel bang dat dit heel erg zeer zou gaan doen hier zo. Doet het dus niet. En voor de foto's heb ik hem zo gedraaid dat hij in mijn nek gekruist zit. Dat kun je hier goed zien. Dat ziet er gewoon heel erg mooi uit. Vind ik zelf qua tenlines wat minder handig. Dus vandaar dat ik hem graag zo droeg. En dit zit dus ook comfortabel. En het zakt niet af. Ik bedoel, het gaat nergens heen. Het wiebelt, want hey, je kunt niet heel veel support verwachten. Maar omdat je hem hier bovenop strikt, zit het wel echt heel erg comfortabel en zakt het niet. Dus ja, heel erg blij mee. Dit modelletje broekje van Monkey is sowieso een van mijn favorieten. Net even wat lager dan de vorige broekjes. Wel weer high leg. Een beetje cheeky, maar niet te veel. I'm in love. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van mijn badkleding favorieten van 2023. Ik kreeg er heel veel vragen naar. Welke bikinis en badpak ik nou uiteindelijk zelf heb gehouden. Wat nou uiteindelijk mijn favorieten waren. Dus ik dacht, ik geef jullie een update na mijn vakantie. Na alles daadwerkelijk te hebben gedragen. En daar kwam deze selectie uit. Hopelijk vond je het leuk. Laat het dan even weten met een duimpje omhoog. En vergeet hieronder geen reactie achter te laten. Ook voor wat je eventueel verder wilt zien deze zomer op mijn YouTube kanaal. En ja, vergeet je ook niet te abonneren en op het belletje te klikken, zodat je nooit meer wat mist. Deze video was korter dan dat jullie van mij gewend zijn. Hoop dat jullie hem alsnog leuk vonden en ik zie je heel graag de volgende keer terug. Doei doei!